We staan hier in de dinozaal van het Natuurhistorisch Museum in Brussel. En jullie zien hier Stijn, de Tyrannosaurus rex. Dit is een exacte kopie van het skelet dat gisteravond voor heel veel geld in New York geveild is. Voor $27.500.000. En sold. Een gigantisch bedrag. Nog nooit werd er zoveel geld betaald voor een dino-skelet. Een van de bijzondere zaken aan deze Tyrannosaurus rex is dat hij zo goed als compleet is. Hij is heel compleet. Er mankeren maar heel kleine stukjes. Dat maakt het natuurlijk een heel speciaal skelet. Bovendien zijn de meeste skeletten van Tyrannosaurus rex enkel te bekijken in musea. Dus het komt niet vaak voor dat zo'n skelet te koop wordt aangeboden. Wie het skelet gekocht heeft, dat blijft voorlopig geheim. Hij of zij zal alleszins een groot huis moeten hebben. Want het skelet is 4 meter hoog, 12 meter lang en het bestaat uit bijna 200 botten. De Tyrannosaurus rex leefde 66 miljoen jaar geleden in Noord-Amerika. Hij woog 8 ton, zoveel als 2 grote olifanten. Hij was een vleeseter. Met zijn grote tanden kon hij zelfs botten breken. De T-rex wordt de koning van de dinosaurussen genoemd. Het is zeker een van de meest tot de verbeelding sprekende dinosaurussen, maar hij is niet de grootste. Hij staat zeker in de top 3. Er is in Noord-Afrika is er de Spinosaurus gevonden. Die is nog langer, die is nummer 1. En dan heb je in Zuid-Amerika ook nog de Giganotosaurus, die op nummer 2 staat. Super tof dat je deze video bekeken hebt, maar we hebben er nog veel meer natuurlijk, dus zeker hier ook eens klikken en abonneren op ons kanaal, dat mag natuurlijk ook altijd, hè.